Breda nu. Je weet het meteen. Voor de 34e keer wordt hier in het Chaussé Theater de KAM georganiseerd. Tijdens de culturele amateurmanifestatie laten 90 verenigingen zich van hun beste kant zien. Editie in het Chaussé Theater. Wat denkt u dat het zo'n succes maakt dat het al 34 jaar plaatsvindt? Nou, ik denk dus dat het voornamelijk komt dat er een hoop verenigingen zijn die dus het leuk vinden om dus eigenlijk te kunnen presenteren in een echt theater. Dat is ook de doelstelling van de KAM om die mensen de gelegenheid te geven. Grote verenigingen hebben wel eens eigen optredens hier, maar de kleinere is het niet voor te betalen. Dus vandaar dat de gemeente de mogelijkheid heeft geschapen om die mensen toch in een groot theater op te kunnen laten treden met alle faciliteiten die er zijn. Nou, dit jaar hebben we dus ook weer geprobeerd om dus een project voor jongeren te doen. Met echt heel andere muziek als dat de meeste mensen van de KAM gewend zijn. En dat willen we toch wel voortzetten. Om dus wat meer jeugd over de drempel van het theater te krijgen. Zaal. Om 1 uur is er nog een groot spektakel, heb ik begrepen. Wat gaat er gebeuren? Direct in de grote zaal om 1 uur hebben we dus van de Bredase Blaas, de harmonieorkest, zeg maar. Is er dus een orkest samengesteld van 150, 160 jonge lui, hoofdzakelijk, die daar dus een concert gaan geven.